mee aan boord van het containerschip van kapitein Jeroen Tas. Ik ben geboren eigenlijk schipper. mijn ouders zijn ook schippers, zelfstandig. En mijn 19 ben ik afgestudeerd. Mijn 21 had ik al mijn papieren en mijn 24 ben ik dan eigenlijk kapitein geworden. Jeroen moet een 100-tal containers brengen van de haven van Antwerpen naar de containerterminal in Meerhout. Gisteravond rond 10:00 ben ik vertrokken in Antwerpen op KS730 in Delweilen Dok bij de MSC Home Terminal. En nu gaan we hier arriveren, dus ongeveer 6-7 uur. En nu zijn we hier in Meerhout. BCTN Meerhout is een van de grote containerterminals langs het Albertkanaal. De terminal verwerkt 600 tot 800 containers per dag. Daarnaast heb je ook Gosselin Container Terminals in Schoten en de nieuwste inland container terminal Beverdonk in Grobbendonk. Jeroen levert hier in Meerhout zijn lading af. We komen aan en dan brengen de papieren naar het kantoor. En dan wordt er gelost en geladen van het schip. Dan zijn we klaar om terug papieren halen. En dan vertrekken we weer. Kom op de buitenlinie, het gerot op het stuurboord. Nee, dus laat het gewoon niet klaar. Nee, dat is ook nog. Oké. Ondertussen worden in de kantoren alle ladingen gevolgd door de lichterplanners. Zij onderhouden contact met de binnenschippers en volgen de verschillende containers op hun scherm. Wat voor ons belangrijk is, is wanneer welke container waar is. We hebben een track-and-trace systeem ontworpen waar eigenlijk klanten bijna online live kunnen volgen waar hun container is. Dus vanaf dat in de haven ergens een container wordt bewogen die naar hier toe komt, krijgen wij eigenlijk al een bericht dat die in onze lichter zit. Dus wij weten al perfect hoe lang het varen is en als die in de containers in de lichter staat, in de haven van Antwerpen, kunnen wij eigenlijk bijna tot op de minuut juist zeggen wanneer de container bij de klant aanwezig is. We hebben geen vertragingen qua files, geen vertraging qua documenten en heel veel elektronische uitwisseling. En van hieruit communiceren we dan verder naar de klant, die ook perfect de nodige voorbereidingen kan nemen om zijn goederen in ontvangst te nemen. Bij Jeroen is het losse begonnen. Over enkele uurtjes zal hij met zijn schip verder varen. Inmiddels staan de eerste vrachtwagens al klaar om de containers op hun eindbestemming af te leveren. Het Albertkanaal spreekt al 75 jaar tot de verbeelding van groot en klein. Daarom kan je nu naar een bijzondere tentoonstelling op het water. Alle data vind je op deze website.